Voor mij is dat totaal onverwacht, dat kan ik zeggen. Voor mij, Bitterlip Amsterdam, per jaar geef ik altijd aan intern wat dat de risicoproducties zijn. Dus dat betekent, we gaan ze maken, maar ik weet niet of er veel volk zal komen. Ik heb over de fouten net gezegd, dit is een van de risicoproducties van het jaar, maar ik wil ze absoluut maken. En het enorme succes, want het is echt een hit met wachtlijsten, met mensen, zalen die uitpuilen. En het is niet alleen hier in Antwerpen, het was in Barcelona, in Avignon. Elke avond tot 1:30 s'nachts, weet je wel. Dus overal is het, Vilnius. En het is toch blijkbaar, raakt het een zenuw van de tijd. Ik denk dat we leven in een tijd waar dat, het liberalisme om zich heen grijpt. Dat mensen daardoor enerzijds aangetrokken zijn, want anders zouden we niet stemmen op die partijen. En dat anderzijds is er iets heel diep menselijk in deze tekst, namelijk we willen allemaal onszelf zijn. We willen het gevoel hebben dat we puur en alleen onszelf gemaakt hebben, dat we totaal ik zijn. En daar gaat deze voorstelling ook voor een deel over die utopie, zou je kunnen zeggen.